De loop van te veel water. We maken het steeds vaker mee. Het is nat, kletsnat. Het regent soms weken achter elkaar met volle sloten en natte weilanden als gevolg. Maar hoe zorgen we er nou voor dat we droge voeten houden? 1. Zoveel mogelijk water vasthouden waar het valt. 2. Overtollig water afvoeren naar zee. 3. Bij onveilige situaties water tijdelijk parkeren in waterbergingen. Vasthouden. Water heeft ruimte nodig. In de bodem, in de sloten, in kanalen, in maren, diepen en meren. Als er veel water valt, houden we dat eerst zoveel mogelijk vast in de bodem. De bodem neemt water traag op. Soms kan er een poosje niks bij en blijft er langer water op het land staan. De afvoer van overtollig water uit onze watergangen heeft geen directe invloed op hoe snel de bodem water opneemt. Als de waterstanden weer normaal zijn, kan het nog even duren voordat de plassen op het land weg zijn. Afvoeren. Bij heftige regenval stijgt de waterstand in lager gelegen gebieden soms met tientallen centimeters. Er is ruimte voor hoge waterstanden, maar om wateroverlast te voorkomen, voeren we op 4 plekken overtollig water af naar zee. Dat kost tijd. Bij Lauwersoog spuien we op zee. Dit kan alleen wanneer de waterstand op zee lager is dan in het Lauwersmeer. Staat het water op zee hoger, dan parkeren we het water tijdelijk in het Lauwersmeer. Dit zorgt ervoor dat we een flinke hoeveelheid water tijdelijk op kunnen vangen en we minder snel in de problemen komen. In de herfst en winter valt altijd meer regen. Daarom zorgen we ervoor dat er ruimte is voor de regen die nog gaat vallen. Bergen. Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem en zijn de waterstanden op zee zo hoog dat we het water niet meteen kunnen afvoeren en de veiligheid in ons gebied in gevaar komt. In zulke extreem natte situaties kunnen we overtollig water tijdelijk parkeren in gebieden die hiervoor speciaal zijn gemaakt. Waterbergingen. Het waterpeil in natuurlijke waterbergingen, zoals natuurgebied De Onlanden, beweegt vanzelf mee met de aanvoer van water. Speciaal aangelegde waterbergingen in het zuidelijk Westerkwartier zetten we in wanneer de veiligheid van onze inwoners gevaar loopt. Bijvoorbeeld als de druk op dijken en kades te groot wordt. Zodra de waterstanden op zee laag zijn, voeren we het water uit de bergingen gecontroleerd af naar zee. Kortom, we houden dus zoveel mogelijk water vast. Om steeds meer ruimte te houden voor nieuwe neerslag, moeten we water blijven afvoeren. En als het heel extreem wordt, parkeren we water tijdelijk. Vooral als het echt nodig is om veilig te kunnen blijven leven met water.